Mij niet vergeten. Hi. We zijn er weer. Oh, het is zo fijn. Het waait een beetje. Maar het is helemaal niet koud. Dus voor skigebied begrippen is het niet koud. Strak blauwe lucht. Strak blauwe lucht. Kijk ja, maar. Echt. Ja. En we hebben net even bij de lift staan kijken. Ik zal het zo ook even laten zien. Nou, we hebben de indruk dat het met controleren allemaal wel meevalt. Er staat iemand in met QR-codes te scannen. Maar een maskertjes wordt niet naar gekeken. Tenminste hier niet. Dus ja, dat maakt het wel een stuk makkelijker. Dat ons bivakmuts over de mond en een stukje over de neus, dat gewoon voldoende is. Dus dat is wel fijn. Maar ja, we moeten nog even wachten voordat het... Ik sta in de schaduw, zie je dat? Zo. Ja. Voordat we het appartement in kunnen. Dus eens even kijken wat we nu gaan doen. Ja, alle plichtplegingen zijn gedaan. Dus ja. Nou even op de sleutel wachten en dan is dat, dan kunnen we zo naar binnen. Daarom. Dus, maar ik zal nog eens even de lift laten zien. De soep is warm, pompoensoep zelf gemaakt, uit Nederland meegenomen, stokbroodje erbij en we zitten er klaar voor. En ja, nu eigenlijk het gevoel van waar blijven nou de rest van de groep? Ja, die zijn er niet, dus dat is wel een heel raar gevoel, heel vreemd. Maar we gaan lekker van de soep genieten. Zo, dat ging lekker. Gezellig, hè, zo met z'n tweetjes. Ja. Nou, liever met z'n vieren. Of zes, of acht, of zelfs ja. Een keer tien. Of... We hebben het hier wel een keer met 9 of 10 gezeten. Ja. En dat was nog wel... meer misschien ook wel, ik weet het niet meer. Maar, avondeten. Want we hebben vanmiddag al lekker warm gegeten. Uitgebreid. Mm. Ben je ook gestopt? Is het niet lang genoeg dan? Nee. Oh. Door. Oké. Ja, ik nog een keer. Thank you.
beetje traantjes van in mijn ogen. Snap ik. Oh, op zijn kop. Gelukkig niet zo groot. Los! Mooi zo. Commando doet iets goed. Goed zo. Nog proost. Mijn linkerhand, maar wat maakt het uit? Nancy heeft lekker gekookt. Doei. Doei, tot gauw. Nou, daar gaan we. Raar hoor. Nou. Vreemd hè, zo in het donker wegrijden. Het is toch anders donker dan 's ochtends donker, hè? Echt wel. Heel raar. In plaats van mensen die met koffers lopen te steunen, komen we nou mensen tegen die gaan eten. Dat was hem weer voor een heel bizar jaar. Kwartier zijn maar hier een peu. Het is een beetje doodgaan. Nou, dat kun je wel zeggen.